Oh, wat een lange vlees. Een lange vlees. Vaak achter mijn rug om afspreken en mij niet uitnodigen. Vagina? Vagina. 7 dagen per week, 28 gasten per dag te hebben om er zo uit te hebben. Smash or Pass! Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Smash or Pass. Waarin we jullie kijkersvragen beantwoorden en advies geven. En dan gaan we ze of passen of smashen. Period. En onder het genot van een heerlijk, dit keer burgertje. Van Las Vegan. En een, ja. En wat wij hebben is een vegetarische kapsalon en ja, een zwarte burger met kip. Kip en de ander maar is met... het is dan geen kip dus. Ja. Nappe cap. En... nappe burger. Kaas, ja, eet. Van alles en nog wat. We gaan het zien. Lekker. Wij gaan lekker smikkelen en we gaan jullie advies geven. Yes. Cool, ik heb godvergeten honger. Even lekker een... Oh, wat een lange vlees. Een lange vlees. Oh nee, dit gaat niet. Nee! Ach. Het was heel lekker. Lekker. Dit is wel echt mijn ontbijt. Het is ook mijn maandag. Goed ontbijt. Love it. Heel nice. Ik heb al lang geen kapsalon meer op. Ik eet dat altijd alleen om 3 uur 's nachts. Ik ook. Vraag 1. 1 voorraad. Ik heb 3 vriendinnen aan elkaar voorgesteld. Nu zie ik dat deze 3 vriendinnen vaak achter mijn rug om afspreken en mij niet uitnodigen. Ook doet 1 van deze vriendinnen regelmatig lullig tegen me en komen de andere meiden nooit voor me op. Wat moet ik doen? Dit is jullie handel. Heel erg best. Heel erg best. Ten eerste, dit is zeg maar, ik denk dat meiden dit meer hebben dan jongens, maar gewoon als je mensen aan elkaar voorstelt en zij gaan dan chillen zonder jou, dat voelt gewoon niet zo leuk. Je moet ook niet je vriendinnen claimen, want je bent allemaal je eigen mens. Mm-hmm. En niemand is verplicht om jou altijd uit te nodigen alleen omdat je ze aan elkaar hebt voorgesteld. True. Dat moet je wel niet vergeten. Ook al voelt het, ik weet hoe het voelt, maar dat is gewoon niet de realiteit. Maar vriendinnen die niet voor je opkomen en achter je rug omhoog. Ja, dat is wel echt raar. Dat zijn gewoon geen vriendinnen. Nee. Dus ik zou daar heel ver uit de buurt blijven. Ik snap dat dat moeilijk is, maar dit zijn geen echte vriendinnen dan. Niet gelijk. Pass it. Next one. Oké, next. Anouk van 17 zegt: hoi girls, ik heb nu al een tijdje een relatie en ik ben heel erg verliefd. Nu proberen we al een tijdje seks te hebben, alleen lukt het steeds niet. Mijn vriendje denkt dat het gaatje te klein is en dat het daarom niet lukt. Wat moet ik doen? Ah, dat vind ik wel heftig. Ik kan niet echt smash or pass zeggen hierbij, maar ik denk dat je het... Je sowieso smash dat je verliefd bent en dat je een leuke relatie hebt. Dat en, sowieso. En dat jullie communiceren met elkaar en dat ja. jullie het proberen. En dat als het niet lukt, dat hij niet iets gaat doordrammen of zo. En dat zeker. Hij ook het met jou daarover heeft. Dat is echt een hele dikke smash. Ja. Maar best veel vrouwen hebben dit. Ja, mij. Ik heb ook gehoord, dat heet volgens mij... Vaginisme? Vaginisme, inderdaad. Ja. En dat, kan, dat is echt een soort aandoening. Dat je, ik zeg niet dat je dat hebt. Nee, dat maar kan het dat zijn. Kan het zijn. Dat betekent echt gewoon dat die spieren helemaal samen knijpen. Ja, dat, en dat heeft echt gewoon... Dus dan dat gaat het gewoon echt niet. Nee, dat het in theorie misschien dus dan te klein is. Ja. Dat kan gewoon, dat is gewoon een aandoening die heel veel vrouwen hebben. Ja. Daar heb je wel therapie en zo voor, hè? Ja, dus daar zijn dingetjes voor. Misschien... Dus ik zou even langs je dokter gaan. Misschien vind je dat awkward, maar ik denk wel dat dat dan je vraag echt beantwoordt. Ja. Want het is niet awkward, want jouw dokter die ziet elke dag visie. Zeker. Vagina. Dus ga langs de dokter, laat even checken, want voor hetzelfde ja. heb je helemaal geen vaginisme, maar ben je gewoon heel zenuwachtig. Dat kan het ook zijn, hè? En is dat het? En dan weet je van, er is niks aan de hand, time will tell, en dan lukt het misschien de volgende keer wel. Maar als je wel vaginisme hebt of zo, dan is het wel goed om daar fijn om dat ook te van weten, te zijn, ja. te weten, en dan kan je het met je vriend daarover hebben en kijken, hoe gaan we hiermee om? Zeker. Dus... Ja. Smash. Smash it. 10 for communication. Smash it. Go to the doctor. Yes. Oh. Oh, jij bent ook de kip aan het eten. Lekker? Ja. Nee. Ik vind een beetje droog. Maar wel lekker, maar geen saus. Ja, er zit saus in mijn suiker. Ik vind het wel lekker, maar jij wilt het wel lekker. Maar ik wil altijd 10 kilo kaas op mijn burger. Ik ook. En saus. Ja. Het is wel lekker. Proef jij verschil van dat zwarte brood? Nee. Jij? Nee. Maar het is wel lekker. Nee, het is wel lekker. Leuk voor de vibe. Oké, Brit van 21. Britje. Hey meiden, ik heb afgelopen week een bericht gekregen van de GGD en het blijkt dat ik een SOA heb. Ik weet alleen niet of deze SOA van mijn ex of van mijn huidige sekspartner komt. Ik durf mijn sekspartner niet op te bellen om het te vertellen, omdat ik denk dat hij heel boos gaat worden. What to do? Ja, kijk.
Ik zou hem eigenlijk wel opbellen. Ja, ik snap dat het awkward is. En dat hier een soort van bepaalde schaamte, stigma overheen hangt. Ja. Maar het kan iedereen overkomen en je kan niet liegen over... Dit is wel gewoon een gezondheidskwestie. Zeg maar, er kunnen echt gevolgen aan zitten als iemand hier te lang mee rondloopt. Dus je kan dan niet jouw trots boven iemand anders een gezondheid, 100% gewoon fysieke zeggen, gezondheid zetten. Dus... Ik zou hem toch wel eventjes opbellen en zeggen van... Hey, dit en dit. Ik weet niet zeker of het van jou komt. Ja. Maar ja, maar wel aangeven dat je het hebt, want inderdaad, het is wel... We hebben allemaal sekspartners en je hebt heel vaak als je... Als je single, toch? Nee. De huidige sekspartner, oh, ja. Ze weet niet of het van een vriend komt of van... Nee, van haar ex of van haar huidige sekspartner. Ja, nou, jouw huidige sekspartner weet toch ook dat jij een ex hebt, zeg maar. Ja. Je kan waarschijnlijk heeft hij er ook één. Dat je een SOA hebt, betekent niet dat je een hoer bent of zo. Zeg. Mm-hmm. Maar je kan 3 jaar lang met niemand seks hebben en 1 keer even met 1 iemand zwiepen en dan kan je het hebben. Zeg maar ja. Je hoeft niet 7 dagen per week 28 gasten per dag te hebben om een SOA te hebben. Niks? Dus dat zegt, kan, vergroot de kans waarschijnlijk lichtelijk, maar dat zegt niks over jou. Dus dat hele schaamte en stigma gedoe hoeft niet. Bel hem gewoon op, zeg hey, de kans is er, laat je testen. Over een week hebben jullie allemaal de uitslag, kan je het achter je laten. En dan kan je door. Dus en dan weet je ook smash meteen... it en vertel het. Ja, dan weet je ook meteen met je nieuwe vriend dat jullie allebei niks hebben. Dat is altijd heel fijn. Ja, goed idee, ja. Ik vind sowieso als je een nieuwe relatie begint om je allebei even te testen, is gewoon goed. Dat dan weet je gewoon, wij kunnen... Voor de zekerheid. Ja, hoef je nergens meer zorgen over te maken. Sure, 100%. Smash. Smash. Smash it en ik eet nog een hapje. Smash it en neem een hapje. Oké. Zoe van 19 zegt... Hey meiden, ik heb afgelopen weekend tijdens het uitgaan met een jongen gezoend. Nu ben ik erachter gekomen dat deze jongen al een jaar vriendin... Nee. Moet ik zijn vriendin vertellen dat ik met haar vriendje heb gezoend? Of kan ik me er beter buiten houden? Deze vind ik moeilijk. Zij kent dus dat meisje niet. Nee. Ik zou het tegen die jongen zeggen, denk ik. Ja, maar ja... Wat gaat hij doen? Tenzij je hem echt bedreigt, gaat hij het echt niet zeggen. Want blijkbaar is het een cheater. Want ik geloof gewoon of je kan vreemd gaan of je kan het niet. Dus deze jongen is een cheater. Waarschijnlijk doet hij het vaker. Want als je in een club met iemand zoet, ben je niet heel careful, zeg maar. Nee, sowieso niet. Ja, ik zou het misschien wel zeggen. Kijk, je moet je ook niet bemoeien. Maar als ik die meid was, had ik het heel erg gewaardeerd als iemand dat over mijn vriendje had gezegd. En girls supporting girls. Ja, daar ben ik ook echt van. Bros before hoes. Dus, dan... smash it, zeg het tegen haar. Ja, smash it, zeg het tegen haar. En pass hem. We moeten elkaar helpen, jongens. Kom op. Lullig voor hem, maar dan moet je maar niet zo'n sukkel zijn. Kerkelijk. Nou, ik vind ook altijd, soms dan gaan jongens al mijn foto's duiken. Dan klik ik op dat account en dan is de eerste foto gewoon zo'n ultrasound echo van een baby met zijn vriendin. Oh. Dan denk ik, boom. Niet goed. Hoe kan je dit doen? Je hebt die foto ook gepint op je Insta, ik ga het toch zien. Ja. Denk je dat ik dan denk, oh, boeie? Nee. Je bent een lopende red flag. You're toxic, you're ugly. Zou jij willen dat iemand het aan je vertelt? Ja. Ja, dat is misschien een rare vraag, maar sommige meiden willen het gewoon niet weten. Die denken, laat mij maar. Maar ik denk wel dat ik het van mensen wil horen die dichtbij me staan. Snap je wat ik bedoel? Ja, niet dat je dat appje krijgt van, hey girl, jij kent mij niet. En dan denk ik, maar... Heb je dat ooit gehad? Nee, in deze relatie niet. Nog wel ooit? Ik heb wel eens gehad, maar dat was het altijd waar. Dus dan had ik gewoon van, hey meid, toen werd ik gebeld. Ja, ik heb net met hem gezoend en ik ben echt van, oké, hard pijn. Nee. Ja, dat was heel erg. Ik heb nooit een bericht gekregen. Ik heb wel in persoon, want mijn ex, die ging, zijn grootste hobby was vreemdgaan. Dus dat is wel heel cute. En tegen mij was hij altijd echt, zeg maar... overcompenserend lief. Mm-hmm. Dus ik dacht altijd, wow, ik heb echt al mijn vriendinnen zeiden ook van, oh my god, jij hebt het zo getroffen. Ja. Dat was niet. Dat was maar niet. Maar dat was niet. It was overcompensating. Oh, ik ben heel boos. Oh, wat erg. Ja, toen kwam, even kijken, hoe was het ook weer gebeurd? Er kwam zo'n meisje naar mij toe op een feest en die zei toen, zo even naar buiten samen? En toen dacht ik, ik ken jou niet. Okay. Maar toen dacht ik, het zal wel een reden hebben. Ze zei, ik wil niet vervelend doen, maar ik heb dus best wel vaak met jouw vriend gezoend, maar ik wist niet dat jullie een relatie hadden. Dat is een lie, maar het is fijn. Oké. Weet je wel. Dus toen dacht ik ook van, oh. Maar ik zou nooit boos worden op die chick. Ik stond er ook gewoon, ik zou meid, get in line. Thanks, je bent niet de enige, maar thanks dat je het zegt. Ja, toen ik heel graag met haar gedanst. Maar
wel kut. Dat is wel echt een kutgevoel. Dat is zo'n kutgevoel. Ja. Eerlijk, dat is echt kut. Maar ik vind het wel grappig, want ik heb toen de hele avond met haar gedanst. En mijn ex die zag dat en die kon een soort van niet hebben dat ik dan het leuk met haar had. Maar zo ben ik ook echt. Ja, in plaats van dat ik boos tegen haar genoemd, dat hij zijn vuist gebroken tegen de muur. Best. Weirdo. Anyways, sorry, ik ben hem echt aan het bashen. Ja, anyways, leuke Spencer fans. Maar, stuur jullie vraagjes in als jullie nog vragen hebben. Ja, wij helpen jullie graag. Zeker. En dan zien we jullie volgende week weer bij een nieuwe Smash or